Let op, want het volgende wat ik jou ga vertellen gaat schokkend zijn en kan wel eens een goede theorie zijn richting de uiteindelijke mol. Hoi allen, in deze extra speciale De Mol video bespreek ik een theorie die ik heb gevonden door middel van de testresultaten van de kandidaten. En niet alleen de testresultaten, maar ik bespreek ook een paar acties van de twee overgebleven kandidaten uit deze theorie, die dan potentieel de mol zouden kunnen zijn door een paar situaties. En dan uiteindelijk kom ik uit op één kandidaat die voor mij dan eigenlijk toch echt de mol wel moet zijn. Dus ja, laten we dus ook maar snel gaan beginnen met de theorie. Oké, we nemen jullie even terug naar de testen. Naar alle testen van dit afgelopen seizoen tot dusver. Dus je hebt in totaal 4 testen gehad. Dan gaan we eerst even naar opdracht 3 van de afgelopen aflevering. Dus de terug in de tijd test. Comfort kreeg in eerste instantie een rood scherm. Ze moest dus in de tijd reizen en heeft vervolgens een groen scherm gekregen. Nou, dat was logisch, dat hebben we allemaal gezien. Maar hoe kan dit? In het maken van de algemene test van deze aflevering zegt Comfort dat ze een beetje blijft op de verdachtes van de voorgaande afleveringen. Dan gaan we nu dus even kijken naar de vorige aflevering. Want in de vorige aflevering, aflevering 3, zat Comfort op Lancelot. In aflevering 2 zat ze op Leila en Toos. En dan in aflevering 1 zat ze vooral op Leila. En dan een klein beetje op Thomas en de rest van de afvallers van dit seizoen. Dus ze zat vooral op Leila, een beetje op Thomas en de rest van de afvallers van dit seizoen. Dus alle afvallers. Die zijn allemaal afgevallen, die doen niet meer mee. En Leila is het dus, is ook afgevallen. Dus dan blijf je eigenlijk over, met uitgaande van deze resultaten, blijf je dus eigenlijk over. En is het een goede mogelijkheid dat Comfort dus inzet op Leila, Toos, Thomas en Lancelot. Want dat heeft ze in de voorgaande afleveringen gedaan. Het kan natuurlijk ook nog zijn dat ze op één of meerdere van deze 4 kandidaten heeft gezet. En daar gaan we het over hebben. Leila, weten we, is sowieso niet de mol, want ze is afgevallen. Nou. En Lancelot, Toos en Thomas weten we natuurlijk niet. Lastige situatie tot dusver, maar onthoud dit even. En dan gaan we nu even naar de volgende informatie die waarschijnlijk Thomas, Lancelot en Lieselot afstreept als mol. We gaan even terug in de tijd naar aflevering 1 met afvaller Matteo. Afvaller Matteo zat op Lieselot volgens de testbiechten. Verder zat afvaller Samja, die in aflevering 2 afviel, in de test van aflevering 1 op Lancelot, Thomas en 3 tot dusver afgevallen kandidaten. Dus 3 afvallers die tot deze aflevering aan toe afgevallen zijn. In aflevering 2, waarin zij zelf afviel, zat Samja volgens de biechten op Lancelot en een klein beetje op Lieselot. Ze geeft ons hierna confirmatie in Café de Mol dat ze een tunnelvisie had op iemand. En dan kunnen we een beetje nadenken. Samja zat vooral op Lancelot en een beetje op Lieselot. Dan kan het dus zijn dat ze hier eigenlijk zegt dat ze vol op Lancelot zat. Dan afvaller Corny. Zij zat in aflevering 1 op Comfort, in aflevering 2 op Leila en in aflevering 3 waarin zij afviel op Thomas. Even een samenvatting met de uiteindelijke theorie erbij. Afvaller Matteo zat in aflevering 1 vol op Lieselot en afvaller Samja zat in aflevering 2 een beetje op Lieselot. Afvaller Samja zat in aflevering 1 op Thomas, Comfort zat in aflevering 1 op Thomas. En afvaller Corny zat in aflevering 3 vooral op Thomas. Afvaller Samja zat in aflevering 2 vooral op Lancelot met een tunnelvisie. En Comfort zat in aflevering 3 op Lancelot. Dus wat zegt al dit ons? De afvallers en Comfort zaten tot dusver op Thomas, Lancelot en Lieselot. Mogen we hier dus allemaal van uitgaan? Dan zijn Thomas, Lancelot en Lieselot sowieso de mol niet. Aangezien een rood scherm natuurlijk genoeg zegt over hoe je de test hebt ingevuld. Dus Corny die zat op Lancelot in de aflevering dat ze afviel, zij valt af. Samja zat met een tunnelvisie ook op Lancelot en een beetje op Lieselot en viel ook af. Waarschijnlijk, en dat is logisch, heb ik je nog niet genoeg overtuigd.
En daarom heb ik even een paar punten om Thomas, Lancelot en Lieselot meteen nog minder verdacht te maken. Lieselot heeft heel aflevering 1 niet meegemaakt. Dat zou een mol natuurlijk nooit riskeren. Tenzij hij heel goed is in schieten. Tevens geen potentieel goede zet van de productie dan. Als je dan als mol dan de hele aflevering eruit ligt. Heb je meteen geen goede molacties. Lieselot gaat daarnaast niet voor een vrijstelling en kiest geen pasvragen. Hierdoor kon er in haar situatie 10.000 euro verdiend worden, mocht dit allemaal gelukt zijn. En 10.000 euro, jongens, dat is best veel geld. Pasvragen laten liggen samen met Lancelot was 5.000 euro. En als Toos in de vrijstellingenkamer één vrijstelling had gepakt, dan was er ook 5.000 euro in de pot gekomen door Lieselot. Een mol die 10.000 euro in de pot legt, denk niet dat dat de tactiek van de mol is. En dan tot slot in de afgelopen aflevering 4 moet ze oprecht huilen en besluit ze toch comfort te helpen met de opdracht. Waardoor er ook nog eens geld wordt verdiend voor de pot. Dat zegt mij al genoeg, Lieselot is niet de mol. Streep. Dan Lancelot, doet gezellig de opdrachten mee, verdient best wat geld en laat net zoals Lieselot de pasvragen liggen waardoor er 5.000 euro verdiend wordt. Lancelot is erg gepikeerd om zijn rode ei die kapot gemaakt is. Wordt heel geïrriteerd, is ook best kandidaat. En in aflevering 1 brengt hij keurig de spin naar de juiste bak. Let op, dit zijn natuurlijk allemaal kleine situatietjes die elke kandidaat heeft gedaan op beeld. Daarnaast ook nog even iets over Lancelot. Er is iemand in mijn WhatsApp groep, De Mol Pro. Kan je natuurlijk ook joinen met de link in de beschrijving. Als je erop klikt kom je in de WhatsApp groep waar we praten over hints en theorieën. Maar er is iemand en die heeft een vriendin en die kent Lancelot. En Lancelot is in het echte leven net zo als dat hij in het spel is. Dus dat is misschien ook nog wel een reden die je kan meenemen in het Lancelot is een kandidaat. Dan nog Thomas. Thomas is een lastige. Hij blijft verdachter dan de rest. Aangezien hij niet heel opvallend in beeld is, best nog wel wat geld verdient met de rest, maar toch nog wel een beetje riskant kan zijn. Met Thomas houden we het even bij de testtheorie en bij de theorie dat hij samen zat met Conny en het meest verdacht wordt door de hele groep. Dus lijkt me niet dat als de hele groep twee kandidaten juist niet verdenken, dat dan een van die kandidaten dan de mol is. Dan blijven er nog twee kandidaten over. En dat zijn Toos en Ruben. Beide erg verdachte kandidaten en zitten op goede sleutelposities. Toos is een lastige molkandidaat. In aflevering 1 is hij namelijk degene die natuurlijk met Lieselot moest strijden voor een vrijstelling. Het lijkt mij niet dat de mol hierbij zit, aangezien je dan kans hebt om de hele aflevering weg te zijn bij de opdrachten met het geld. Ruben is in deze opdracht juist best verdacht en voor mij ook verdachte nummer 1. Hij loopt met de zandloper, kan dus mollen door hem een paar keer extra om te draaien. En Ruben maakte daarnaast de beslissing om samen met Lancelot door te lopen en Samia en Conny achter te laten bij het bord. Omdat het te lang zou duren. Uiteindelijk hadden ze het nog best goed ingeschat. Toos zou ook een goede mol zijn door in de kamer met de vrijstellingen niet te kiezen voor een vrijstelling. Lieselot wilde al 100% gaan voor geen vrijstelling. Als Toos hier wel een vrijstelling had gepakt, was er ook nog eens 5.000 euro verdiend. Als mol zorg je natuurlijk voor het minste geld, dus mol Toos pakt geen vrijstelling, waardoor er maar 2.000 euro wordt verdiend. Als ik in deze opdracht kandidaat zou zijn en ik zou denken, goh, zij pakt geen vrijstelling. Als ik die vrijstelling pakt, wordt er ook nog eens 5.000 euro verdiend. Maar ik hoef die vrijstelling niet in te zetten als ik dat niet wil. Dus je kan net zo goed gewoon die vrijstelling pakken en dan wordt er alsnog 5.000 euro verdiend. En dat zou je als kandidaat denk ik gewoon moeten doen. Dan Ruben in de afgelopen aflevering. Geeft zijn code in opdracht 1 niet aan Toos en Thomas. Zij moeten dus gokken en uiteindelijk zijn ze te laat met alle juiste codes in te voeren. Gelukkig kozen kandidaten Lieselot en Lancelot voor het geld. Met de juiste codes kon de lift gestopt worden. En wat wil de mol in deze opdracht? Dat Lieselot en Lancelot aankomen bij de pasvragen. Waardoor die dan hoopt dat zij een pasvraag optillen samen. Waardoor de bom activeert en er uiteindelijk niks wordt verdiend. Ik wil natuurlijk helemaal niemand overhalen met deze video.
Maar ik denk zelf dat het best wel logisch is dat Toos of Ruben de Mol is dit seizoen. Laat vooral in de reacties weten wat jij van al deze verwarrende informatie vindt. Het is een en al lastig uitleggen, maar ik hoop dat jullie het hebben begrepen. Voor nu bedankt ook weer voor het kijken. Laat zeker een like achter als je de video leuk vond. En abonneer voor meer van dit soort video's. Tot de volgende keer. Laters.